mij is jacht meer dan een hobby. Het is een passie, het is een levensstijl. Een levensstijl waar ik blij van word en waar ik gelukkig mee ben. Samen met mijn vrouw en mijn dochter, mijn huisdiertjes, wonen we in de natuur. We zijn niet materialistisch aangelegd, maar het is goud waard als je de reeën in de tuin ziet lopen. Ik hou van alles wat groeit en bloeit en vind het heerlijk om in de natuur te zijn. Met regelmaat kom ik in Hongarije. Daar is de naam Zoran ontstaan. Een bijnaam die ik gekregen heb van vrienden. Maar Zoran en Aris is één dezelfde persoon, een mens met een groen hart. Met deze film wil ik laten zien wat mijn levensstijl is. Het is juni en de zomer staat op het punt van beginnen. Het begin van een jaar waarin we Zoran volgen bij zijn passie voor de natuur en voor de jacht. Door duiven, kraaien en kauwen wordt jaarlijks veel gewasschade toegebracht aan groenten en fruit. Wat een behoorlijke schadepost veroorzaakt voor boeren en tuinders. Om die reden gaat Zoran met zijn maat Arnoud proberen houtduiven te schieten. Die in dit geval schade aan de sla toebrengen. Spaniel is de oudste jachthond van Zoran. Een hondje op leeftijd, waardoor ze geen hele dag meer mee kan. Zoran neemt haar toch nog regelmatig mee, omdat ze hem jarenlang heeft geholpen om het geschoten wild op te sporen en terug te brengen. Nadat Zoran de eerste houtduiven heeft geschoten, arriveert Arnoud bij de hut.
Het is een warme dag en Zoran laat Claire tussendoor een frisse duik nemen in een beekje. Zoran heeft bij zijn woning verschillende huisdieren. Kippen, geitjes, fretten, die hij dagelijks met hulp van zijn dochter Minke verzorgt. Zo, de dieren zijn verzorgd en het is tijd om een rondje door het veld te maken. De letterzetter is actief in de dennenbossen. Dat is een kever die zich onder de schors bevindt. Daardoor zijn veel dennenbomen afgestorven. Om de windrichting te bepalen blaast Zoran, voor hij een rondje maakt, wat poeder in de lucht. Om zo tegen de wind in te lopen, zodat de reeën hem niet kunnen ruiken. Op verschillende plaatsen heeft hij hoogzitjes gebouwd, van waaruit hij ongestoord het wild kan observeren. Wanneer de zon langzaam achter de horizon verdwijnt, gaat hij huiswaarts en geniet hij achter zijn woning nog even van de sfeer en hoor je het roepen van de kwartel. De volgende avond ziet Zoran een reebok. Naar aanleiding van jaarlijkse reewildtellingen wordt het afschot bepaald voor het populatiebeheer en ter voorkoming van aanrijdingen met reeën. Hij benadert het ree voorzichtig om de reebok goed te kunnen bekijken.
Uit respect voor het ree stopt Zoran een eikenblad in de bek van het ree. Een laatste beten. Hierna volgt het ontwijden van het ree. Beeldmerk aangebracht. Daarna brengt hij het ree naar de poelier waar het in de koeling wordt gehangen. Het ree wordt in de dagen daarna verwerkt tot een heerlijk stuk wildbraad. Van alle reeën die Zoran heeft geschoten, bewaart hij het kopje. Niet zozeer als trofee, maar als herinnering. Hij ontdoet het van alle zachte delen. Wanneer slechts het schedeltje met het gewijdje is overgebleven, wordt het in de waterstofperoxide gelegd om het helder wit te laten worden. Daarna is het een kwestie van afwerken en op een houten schildje monteren. Ook registreert hij in het faunaregistratiesysteem waar en wanneer hij het ree heeft geschoten. Na enkele dagen haalt hij het vlees op bij de poelier en is het smullen geblazen. Onlosmakelijk met het buitenleven en de jacht verbonden is natuurlijk het vissen. Meer vermaak dan noodzakelijk, want de gevangen vissen worden allemaal direct teruggezet. Maar ja, dan moeten ze wel eerst bijten. En dan, zou het lukken? Jammer. Volgende keer beter, Zoran.
Het is een warme avond, mooi om even op de eenden te gaan jagen. De jonge kokkerspaniel Bobby gaat mee om de geschoten eenden op te halen en bij haar baasje af te geven. Good show. Good show. Yeah, come up. Good show. Come up. Zo, een kleine buit, maar een heerlijke avond in de buitenlucht en een lekker stukje vlees.
Zoutblokken met mineralen voor de reeën worden geplaatst. Op de jonge malse graslanden zorgen ganzen voor veel schade door het gras af te vreten en de graslanden met hun uitwerpselen te bevuilen. En dan vanavond heerlijk ganzenborst op het bord.
Eind juli, begin augustus is de ree bronst. De bok drijft de geit en beslaat haar, waardoor in mei de eerste reekalfjes geboren worden. Tijdens zijn ronde door het veld, samen met zijn tackle Saar, ziet Zoran een reebok die voor afschot in aanmerking komt. Omdat de boeren klagen over schade aan de mais, gaat Zoran ter plaatse polshoogte nemen. Hij besluit 's morgens vroeg samen met Arnoud de kraaien op te wachten. Spoedig meldde de eerste zich al.
hier worden lokkers geplaatst. Tijd om op te stappen, want de regen begint met bakken uit de lucht te vallen. Het is tijd voor een stevig ontbijt. Ik zit er binnen, we laaien er niks mee.
Pak er nog één, hoor. Dat mag voor jou. We staan ervoor. Wat eng. Maar ja, hoe komt dat aan? Netje kweken. Hoi. Die heupen, dat is niet goed. Zou je wijf brengen om doen? Ik jaag graag met die kokkers. Trek het helemaal dicht, joh. Van de week. Die jonge feiten eraf. Van de week. Nog iemand van jonge feiten. Kunnen jij jonge vetjes? Volgend jaar doe ik het. Laat ze dekken. De volgende morgen hangt Zoran enkele geschoten kraaien in de mais als afschrikmiddel. Hopelijk is de boer weer een beetje tevreden. Thank you.
En dan komt de herfst eraan. Bladeren, kastanjes, eikels en hazelnoten vallen. En groen wordt rood, bruin, oranje en geel. Paddenstoelen rijzen uit de grond. Rustige plek in het veld waar niet wordt gejaagd, wordt het wild wat bijgevoerd.
is jouw minder... Wil jij deze? Nee, morgen is hongerproef. Morgen toets. Wiskunde moet je nog leren of niet? Which is absurd. I mean, I've never even had any interaction with you. Goals for this week? Get mom out of jail. You've gone missing over the last 30 years. And before you ask, no, Miss Federal Prosecutor, I won't tell Pop to lie. Doesn't hit stores till Christmas, so... Spare Pop and end this right now, Mia. Come clean to the feds. Admit you framed me. Hard pass. Like.
Met de jonge pup Mila, een Bayerische Gebirgsschweißhund, gaat Zoran naar de hoogzit en de zoutsteen. Wanneer er wild wordt aangereden in het verkeer, wordt Zoran in kennis gesteld door de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen. Zij krijgen op hun beurt de melding van de meldkamer van de politie. Hij haalt de dieren op en zorgt dat ze worden afgevoerd en afgemeld in een systeem, zodat op het eind van het jaar kan worden gezien wat er aan wild wordt doodgereden op de Nederlandse wegen. Vandaag heeft Zoran Arnoud en Corné uitgenodigd om samen met hen een middag te jagen in zijn jachtveld.
jou ontzet. Vier, kap! Appert! Kom maar, goed zo, ja. Kom! Kom maar, braaf, kom! Over. Ja, kom op. Ja, goed zo. Kom hier. Plekken. Hou vast, hè. Hou vast. Vooruit. Hou vast. Vooruit. Vooruit. Appert. Appert. Dat was gelijk het mooiste potje van het jaar. Kom maar. Appert. Dat was. Goed zo, ja. Kom, kom. Kom eens, braaf. Kom maar. Bobby, kom hier. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom. Kom. Joep, kom hier. Kom. Kom. Ah, goed zo, kom. Kom, ja. Hop. Hey, goed zo. Bobby! Hey. Kom maar. Dank je wel. Mooi. Mooi naam, nee? Hm? Mooi. Mooi naam. Dat was mooi. Dat is een ah, die ene die kwam mooi dwars. Ja, dat was perfect. En deze die kwam zo recht inkomen. Ja, het was te koop bij Arnoud. Dus ik moest wel iets. Ja, dat is moeilijk iets te zien te halen. Afkant. Ja, dat waren iets moeilijker. Ja, dat is mooi. Oh, dat is geweldig. Come
allemaal dingen naar je gek. Vorige week klommen ze recht in deze kant op. Kwamen er ook weer aan en met ook. Na afloop wordt het geschoten wild verzorgd. De dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Als je weet net gaat doorsturen. Die kosten niks. Dat is 60, 70 euro. Maar het kan wel eens koud zijn hoor. Ik heb eens met Jan mee geweest. Ja, het schot ik mee eerst het bos. Ja. Die bel en verwacht in de sneeuw. Ja? Ja? God, maar wat mooi. Maak daar geen telefoon bij. Nee. Die vos kwam mooi zo. Over de akker en ik schiet die vos. Dus ik moet kijken hoe laat schiet ik die vos. Hè? Weet ik niet, ik weet niet hoe lang het is. En Jan had tegen mij gezegd, ik kom jou om 2 uur ophalen. Ja. Maar je weet hoe laat het is. En toen waren het 18 graden onder nul en oostenwind. Ach, en die blazen zo door dat kanseltje. Dat was gewoon open. Ik was even koud geleden. Maar gewerkt aan te fixeren of ik moet nog een half uur of zo, weet je niet. Maar ik wist het niet. Dan was ik zo blij dat ik die lichtjes aan zag komen. Ik snap niet wat als het allemaal laat. Dat is onverstaanbaar. Morgen doen we ook met pijn. Zo, alles dat goed gezorgd.
De vossenstand is de laatste jaren enorm toegenomen. Met een warmtebeeldcamera is goed te inventariseren wat de stand is. Aangezien vossen ook moeten eten en ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, gaat dat ten koste van de fauna. Ook de weidevogels lijden eronder. Om die reden is de jacht op de vossen nodig om de populatie op een acceptabel niveau te houden. Vandaag gaat Zoran naar preparateursbedrijf de gebroeders Sterlings in Eindhoven om enkele muskusratten op te halen die zijn opgezet en als cadeau worden aangeboden aan een bevriende rattenvanger die met pensioen gaat. Twee. En de diepste is 1,5 meter. Oké, okay. Nog twee zijn. Nog niet. 1,5 meter. De diepste. Ja. Ja. Ja, dat is toch mooi. Ja. Kunnen we de tandjes erop maken of in de tijd? Ja. Is het wel goed, Julia? Ja. Ja? Ja, dat gaat goed. Mooi man. Ja, die jongen heeft hier dingen meegebracht. Ja. En des te min, vind ik, die zal het eigenlijk ook een beetje doen. Ja? Ja. 1822. Omdat hij er nu toch is, komt het mooi uit om de tandjes van een wild zwijn op een plankje te laten maken. Dat komt allemaal beter uit. Ja, klaar. Dat is een keer goed. Dat. Smeer erin met dingen en is net, ja, je strooit erop, zeg maar zo. Ja. En is net dat de was kwijt is. Ja. En ik weet dat die elke keer een stuk op zit. Ik zeg, wat zijn die andere vijf? Ja, want dat doe ik zelf. Ja. Ik zeg, schiet ook in, maar die zweert de pudding ook goed uitgegeven. Je schiet die bok in, die vult die huid en dan leg je ze ergens meer wat erop. Nou zo. Ja, dan krijg je dat ook in de ruimte. Dan moet ik ook daar eens gaan afzagen. Oh,
Wij kregen niet van elkaar. Dat maakt er gewoon niet in. Ja, nee, dan wel. Maar we kregen niet in ieder geval dat de tweede kracht. Ik zat ertussen. Ja, dat de bankschroef hebben gedaan. Dus hij ertussen zetten. Ik deed draaien. Dus op een gegeven moment zette hij die rat tussen. Draaide hij mijn deken, dan zat ik weer met die dingen. Hij zei: oh, hé, hey, doe open. Ja, zwart, ja. Want die, scheer mee, of die hield ermee op in de vet? Ja. Oh. Een mooie afscheidskleur. Ja, zeker. Dingen uit doen, zou ik niet doen. Lijm, dat hoeft niet. Kijk, dit zit vast. Ja. Nu gooi je? Nu gauw. Oh. Ik moet even kijken. Nou, hoppakee. Om goed wildbeheer te plegen is het ook van belang vrouwelijk reewild te beheren. Een ree kan op het schot nog afspringen en nog een stukje verder lopen.
waardoor een ree niet op de plaats van het schot terug te vinden is. Omdat het te donker is geworden om verder te zoeken en Zoran weet dat het schot goed zit, gaat hij de volgende morgen terug om het ree te zoeken met zijn zweethondje Mila. Nee, hey.
En dan dient het vroege voorjaar zich weer aan. En verlangen we stilaan weer naar de zon en de warmte. Zoran zoekt kievitseieren en markeert de nesten om de boeren te waarschuwen bij het bewerken van hun gronden. Gras begint te groeien, bomen schieten in blad en bloem, fazantenhanen vechten om de hennen en de kikkers zoeken het zonnetje op. Kortom, het is lente. Thank you.
kom. Kom op. Het is lag daar op de weg. Het is uit het nest gevallen dan. Nou, hoe oud is hij? Een paar weken. Dan breng ik hem morgen wel naar het vogelopvangcentrum of zo. Oh. Kan hij vannacht nog hier een beetje eten? Ja. Hier nog eentje dan. Oh, zo'n honger. In afwachting van de naderende zomer geniet Zoran van zijn gezin. Het buitenleven, de jacht en zijn hondjes. En begint een nieuw jaar vol met belevenissen in de natuur. Lekker hoor. Neem die worstjes morgen maar mee naar het werk. Nee, dat stinkt daar. Nee joh, dat stinkt niet. Oh ja, en hoe zal het nu met de viskwaliteiten van Zoran? Soms zit het tegen, maar ook wel eens mee.